Breda Nu. Je weet het meteen. Zaterdag 27 januari vindt er bij Café Het Aagje in Prinsenhagen een feestelijke benefietavond plaats voor prins van Zwerius Ronald Huismans. De avond is bedoeld om geld voor hem op te halen door middel van verschillende acties. Het opgehaalde geldbedrag is nodig om de woning van Huismans aan te passen nu hij vanwege een hersenbloeding eenzijdig verlamd is geraakt. Kunt u vertellen wie Ronald is en wat er is gebeurd met Ronald? Ronald Huismans, dat is een heel goede vriend van mij. En Ronald is getroffen door een beroerte. En met als gevolg dat hij daardoor een eenzijdige verlamming heeft. En niet optimaal meer kan functioneren op dit moment. Nou, wat gaat er deze zaterdag gebeuren? Wat is het programma? Het hele programma zal ik je niet vertellen wat er gaat gebeuren. Op zaterdag 27 januari is er een benefietgala en daar komen een aantal pijlers van de totale actie voor Ronald komen bij elkaar. Wij gaan dit doen om ervoor te zorgen dat Ronald in zijn eigen huis kan blijven wonen. Het huis waar hij met zijn gezin nu in woont, heeft een aantal aanpassingen nodig. En die aanpassingen die kosten geld natuurlijk. Er zijn 2000 spaarpotten verspreid in Prinsenhagen, waar mensen thuis gespaard hebben. Die gaan ze deze week inleveren. Er is een sms-actie die loopt. Ik zal dadelijk het nummer nog even geven en de titel die de mensen kunnen gebruiken. Er is een belactie geweest met prominente Prinsenhagenaars die hun contacten hebben benaderd met het verzoek om een donatie te doen. Er is op de avond zelf een veiling, er is een loterij, er zijn hele ludieke en mooie veilingkavels aangeboden door een heleboel mensen. Dus. Voor ons de reden om in overleg met de gemeente en de instanties die daarbij horen en die daar overigens ook een medewerking aan verlenen, ervoor te gaan zorgen dat we Ronald in zijn zo geliefde Prinsenhagen kunnen laten wonen. Ronald Huismans is iemand die nooit nee zegt. Als je hem ergens voor vraagt, om wat voor manier dan ook, om hulp of om een tekst te schrijven of mee te denken over het organiseren van dingen, Ronald zegt nooit nee. Even terugkomend op de sms-actie voor Ronald. Er is een nummer, 4333. SMS de naam Ronald naar dat nummer, 4333. En per keer doneert u €3 voor deze prachtige actie. Bij voorbaat. Breda Nu. Je weet het meteen.